Als je kijkt naar de carrière van Willebrands en waar hij in geslaagd is, eigenlijk, hij komt als jongetje uit West-Friesland, uit een heel gesloten gemeenschap. En uit een gemeenschap die zich afzet aan katholicisme tegen de buitenwereld. Ik denk dat hij de West-Friese genen van zijn ouders geërfd heeft. In dat opzicht dat hij eigenlijk een soort noeste, stille doorwerker was. Hij was niet iemand die de camera's opzocht en die geen tafelspringer, niet iemand die luid aandacht zocht. Maar wel iemand die op een relatief stugge manier toch altijd doorzette om te bereiken wat hij wilde bereiken. En dat typeert hem ook wel. En voor een stuk komt dat uit zijn roots, denk ik. Willebrand wordt vooral herinnerd als aartsbisschop van Utrecht. Maar op zich is die herinneringscultuur in Nederland eigenlijk maar een klein deeltje van zijn betekenis wereldwijd. En hij is eigenlijk daarna een pad opgegaan dat heel internationaal was. Dat deed hij al in de jaren 50, is hij blijven doen in de jaren 60, 70 enzovoort. En eigenlijk is zijn grootste betekenis, zijn wereldwijde betekenis, die van wegbreider van de dialoog tussen verschillende christelijke kerken en tussen verschillende religies. Op een gegeven moment wilde hij ook weg uit Rome in de jaren 70 en had hij ook de bereidheid om terug te keren naar Nederland. Maar de situatie in Nederland in de jaren 70 en 80 was zeer gepolariseerd onder katholieken en was zeer moeilijk voor hem als aartsbisschop om opgelost te krijgen. Dus hij is er niet echt in geslaagd om terug eenheid en verzoening binnen de bisschoppenconferentie te brengen, ook al was dat wat de paus net van hem verwachtte. Hij was de ecumenische verzoener, de man van de dialoog, dus men dacht dat hij dat ook in Nederland ging kunnen, maar daarin is hij niet geslaagd. Er zijn een aantal dingen die toch verrassend zijn als je kijkt naar de archieven en naar het bronnenmateriaal om Willebrands leven te documenteren. Onder andere zijn betrokkenheid in de Cuba-crisis en zijn betrokkenheid bij de relaties met achter het IJzeren Gordijn, dat is zeer opvallend geweest. En het feit dat hij er eigenlijk in geslaagd is om ontmoetingen op touw te zetten die soms 900 jaar lang onmogelijk zijn geweest. Als ik Willebrands zou moeten typeren, dan zou ik hem in de eerste plaats typeren als een diplomaat, iemand die luisterbereid is, gespreksbereid was en op die manier rustig verder timmerde aan de weg. Maar dat altijd deed, en dat typeert hem ook, vanuit een dieper onderliggende spiritualiteit. Want zonder die spiritualiteit zou hij gewoon een diplomaat zijn, zoals er velen zijn. Maar het is net dat volhouden en die onderliggende spiritualiteit, die bewogenheid, die anders is dan de doorsnee diplomaat, die van dit verhaal een bijzonder verhaal maakt.